De spoedeisende hulp van het Franciscus Vlietland in Schiedam gaat tijdelijk 's nachts dicht. Patiënten moeten vanaf 1 november naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Volgens het ziekenhuis is er te weinig verpleegkundig personeel. Een pijnlijk besluit voor het ziekenhuis. Wij zijn zelf ook overvallen. Het is zo snel gegaan, zowel op de arbeidsmarkt als met nou recent een aantal mensen die ziek zijn geworden en uitval. Dat dit voor ons ook nog geen week in ontwikkeling is. Dus het is echt letterlijk een noodmaatregel. Ik zie hoe onze medewerkers zich echt helemaal de tandjes hebben gewerkt om dit te voorkomen. Want dit willen zij ook echt niet. De politiek staat op haar achterste benen. De VVD is hier zeer ernstig teleurgesteld en verontrust over, want dit is geen tijdelijk besluit. Je ziet het in de zomer al gebeuren, nu zie je het opnieuw gebeuren en het wordt nu gebracht alsof het een tijdelijk besluit is. Maar ik heb er ernstig mijn twijfels bij. Dit is puur een kwestie van management en geld en dit heeft helemaal niks met goede zorg te maken. Het ziekenhuis ontkent dat. Wij kunnen tenminste 10 mensen zo in één keer plaatsen. Wij weten wel dat collega ziekenhuizen ook vacatures hebben. Maar wij doen heel graag een beroep op mensen om bij ons te komen werken. Ook de PvdA is verbolgen. Met deze stap wordt eigenlijk het bewijs geleverd dat de hele fusie tussen Franciscus en Vlietland echt een slechte stap is geweest voor Maassluis, voor onze inwoners, voor de inwoners van Vlaardingen, Schiedam natuurlijk ook. Maar de zorg wordt steeds verder weg georganiseerd. En op het moment dat de spoedeisende hulp, wat echt een kerntaak is van een ziekenhuis, niet meer 24/7 bemand is, in ons regionale ziekenhuis, dan hebben we echt een probleem. De huisartsen zijn overvallen. Zij dreigen de huisartsenpost bij het Franciscus Vlietland te verplaatsen. Er is een heuse ruzie ontstaan. We hebben ook aanvankelijk aangegeven ten onrechte dat we met ze overlegd hebben. We hebben daarmee bedoeld, we hebben overlegd over de consequenties. En ik heb onmiddellijk mijn excuses aangeboden voor de verkeerde indruk die wij gewekt hebben. Ik denk dat het hoog tijd wordt dat we aan alle kanten proberen ook met de landelijke overheid te kijken of we hier invloed op uit kunnen oefenen op dit ziekenhuisbestuur. Want dit wil maar niet horen, dit wil niet luisteren naar wat de bevolking wil. Die wil alleen maar naar de rekeningen kijken op de bank. Hoe lang de situatie gaat duren is nog onbekend.